iets minder. Ik wil wel een tumpie met jou een keertje. Ja. Ik heb, oh nee, ik doe zo. Ja, dus ik heb altijd een woonkamer en denk ik, ja, zit ze weer met mij. Daar in zo'n bergduik, dan kan ik jou wel even al mijn kleding op 3 of 4. Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb net de oude afgesloten en we gaan gelijk weer beginnen met een nieuwe. Ik eindigde in mijn oude vlog dat hier een fiets staat. Die gaan we zo, ga ik de bandjes even op laten pompen bij de fietsenmaker. En dan gaat hij naar buiten. En ik vind het gewoon echt eigenlijk helemaal niet leuk dat hij naar buiten gaat. Want hij is gewoon nog zo mooi en zo nieuw. En we gaan zo een aantal dingetjes doen. We gaan even lekker shoppen. Ik ga kijken voor een spijkerbroek. Verder willen we even kijken op het ijs. Want iedereen op de gracht is natuurlijk nu op het ijs. Ik ben wel heel benieuwd. Ik vind het heel eng, want straks zak ik er doorheen. Dat zie ik echt bij mij gebeuren. En we zitten erover te denken om een nieuwe camera te kopen. En dan niet een camera voor het vloggen, want deze is perfect daarvoor. Maar voor fotografie, voor echte beelden voor de webshop. Jij kijkt nu naar een Sony. Oh ja, mochten jullie tips hebben daarvoor. Voor echt een super professionele camera. En stel dat jij een fotograaf bent of iemand kent die dat doet. Laat het ons weten. Maar nu kijk jij naar Sony? Ja, dit schijnt wel echt een game changer te zijn. De game changer, nou dat woord hou ik al van. Wat is het, de Sony A7R3? Ja, eigenlijk de R3, maar nu schijnen er niet zo heel veel verschillen in de voorloper. Dus het scheelt nogal behoorlijk geld. Mocht je afvragen waarom ik zo roodbruinig ben. Ik ben 1 keer naar de zonnebank geweest en volledig verbrand. Dus het is lekker gevoelig, dat huidje. Ik voel me een stukje beter. Nog niet helemaal, maar komt helemaal goed deze week. Het is zondag. Zo, ik kan weer lachen hoor. Het gaat echt stukken beter. Goedemorgen. Hallo. Kun je even een koffietje aan het maken? Ja. Daarna gaan we lekker naar buiten, want het is mooi weer. En het is een stuk warmer. Nou ja, 4 graden, 7 graden. Voelt als 4. Is niet heel warm, maar wel veel lekkerder dan de afgelopen dagen. Tot zover het weer. Ik heb een nieuw outfitje aan. We hebben gisteren een beetje geshopt. En ik heb deze enorme trui. Oeh, dan gaat erin. Phoebe houdt van tassen. Hier ligt een Levi's tas. Want ik heb een Levi's 501 skinny gekocht. En deze trui van de H&M. En ik ben er helemaal blij mee. Oh, wat zit ik nou te doen? Ik zit op knopjes te drukken. Wat wil jij gaan doen? Het is nog een beetje te bedenken wat we gaan doen. We weten het nog niet echt. Het is in ieder geval lekker weer. Daar gaat het om. Dus we nemen jullie mee vandaag. En we zien wel waar we belanden. Missing someone. Vondelparkie aan het lopen. Wil je op het ijs heen? Ja. Nu. Ik denk dat je er doorheen zakt. Even mijn ijsjes onderbinden. Er waren gisteren allemaal mensen door het ijs gezakt, hè? Ja. We moesten ook trauma-helikopter komen. Zo'n trauma-helikopter komen omdat er iemand onder het ijs vastzit. Echt? Ja. Lekker te leuten op. Echt heerlijk. Ja. Was het gisteren zo koud en nu zit je gewoon in de zon. Het lijkt wel een weervlog aan het worden. Maar, met je Piet Paulusma. Ik ben de dochter van Piet Paulusma. En dan nu het weer vanmorgen. En dan nu het weer vanmorgen. Ja, lekker man. Maar het is gewoon genieten. Goed toeven. Genieten. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Het is lekker vroeg in de ochtend. Het is prachtig weer. Ik begin zoals altijd weer met het weer. En ik ga richting een vintage markt om vintage te speuren voor de Wild Babes. Mag wel weer aangevuld worden, want alles is bijna alweer op. Sorry. En daarna ga ik nog meer inkopen doen. Ik moet heel veel pakketten wegbrengen. En foto's maken. Dus ik neem jullie mee vandaag. Een nieuwe week. Ik heb er zin in. Voel me op zich wel goed. Nog een beetje last hier en daar. Maar het gaat stukken beter dan vorige week. Dus heel veel meer zin om te kletsen en om te vloggen. Dus jullie gaan me veel meer horen deze week. Ik zie er een beetje verkrekt uit, maar ik ben niet met Marijn. En Marijn heeft een nieuw blouse aan van de Wild Babes. Show you love it, babe. Ja, echt heel leuk. Het is met stippeltjes. Een heel lekker geel kleurtje. I like it a lot. En die komt dus binnenkort online. Ik zie er echt verkrekt uit, maar ik voel me ook een beetje crack. Mijn nageltjes ook niet goed. Nee, ik ook niet. Maar dat maakt niet uit, we zijn lekker aan het werk. En dit is de grootste vriend van Marijn. Hij wordt helemaal gek geknuffeld door jou. Dus ja, dat vindt hij wel lekker. Hij ligt lekker zo, maar hij wil helemaal niet meer. Oh, moet de muziek uit, want dat mag niet op YouTube. Nee. Mika. We zijn lekker aan het werk. Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ja, ik heb zonnebrillen ingekocht. Wat heb je er meer dan? Ja, van alles en nog wat. Lunch geserveerd. Lunch gemaakt. Voor mijn vriendin. En ik heb ook, ben ik bezig met eigen ontwerp voor de Wild Babes. Dat heb ik al een keer verteld. Dus eigenlijk Theo en Thea. Ja, dit is echt heerlijk. Groene erwten. Ik heb echt een hele aparte snoepsmaak, hoor ik altijd. Ik ben niet tevreden eigenlijk. Nee. Dit zijn groene erwten. Wie vindt dat ook lekker? Groene erwtjes. En ik eet ook wel eens van die haverstro. En ook, ik heb ook nog zure matten. Haverstro? Wat is dat? Ken je dat niet? Nee. Het is een beetje samjakachtig. Ja, het slaat allemaal nergens op. Remy zegt altijd, wat eet je altijd vreemde snoep? Ik ben nooit gewoon van de drop of de winegums. Ik heb altijd gewoon aparte snoepjes. Ranzig moet het zijn. Ranzige snoep. En waar ben jij mee bezig? Ja, leuke dingetjes voor jou heb ik net gemaakt. Ja, dat is heel erg leuk. Quotes die ik online kan plaatsen. Maar we hebben ook design gemaakt. Zullen we één sneak peek geven? Van één design? Nee, dat is lastig, hè? Of wel? Nou, wanneer gaan we het plaatsen? Ja, weet ik nog niet. Ik zit met die leveranciers allemaal te klooien. Maar ik had natuurlijk die quotejes gemaakt voor je. Ja. Er komt dus iets van design van de Wild Babes. En dat heeft Marijn gemaakt natuurlijk. Want Marijn kan tekenen als de beste. En... ja. Zo. Oh ja, een klein... Nee, alleen die laatste... Ik kan het zo doen. Oh ja, ja. We gaan dit doen. Ja. Okay. Ik ga hem zo naast de computer zetten en jij beweegt nu. Ja. Dat was een mini sneak peek. Ja. En wat het wordt, ja, geen idee. Dat komt vanzelf. En ik heb vintage items die deze week online komen. Dus die moet ik ook nog allemaal erin zetten. En eigenlijk wil ik dus even naar buiten. Ja, het is zo mooi weer. Op het terras zitten. Op het terras. Maar dat wil je nu nog doen. 4:30. Of niet? Bijna klaar. Ja. Nou, ik kijk wel even, hè. Charles. Charlie. Zitten. Oh, zo'n lief poesje. Nou, we gaan nog even doorwerken. En misschien tot zo op het terras. Of niet. Doei! Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Ik sta al helemaal in de stijgers, opgemaakt, haar gedaan. En ik ga zo met Roosmarijn naar Waterlooplein. We gaan even vintage hunten, even een koffietje doen. En heel veel zin in. Ik ga daar zo heen fietsen. Ondertussen ga ik nog even pakketjes wegbrengen. En ik ga me vandaag verder bezighouden met een aantal vintage items die online gaan. En eigen design. Want er komt dus, zoals ik al eerder in de vlog zei, een item aan. Oh, ik heb een sneak peek zelf laten zien. En ik heb nog een item wat ik ga laten maken. En dat ga ik vandaag eigenlijk een soort van klap opgeven. Vandaag gaat gewoon de dag worden dat het besteld wordt. Duurt volgens mij 2 weken ongeveer. Dus ik moet nog even wachten. Ik heb een oude trui aan van de H&M. Mijn nieuwe Levi's Skinny 501. En mijn filaatjes. En dan ga ik nu op de fiets. Ik hoop trouwens dat hij goed in blijft, want gisteren is de band geplakt. De band was al lek van mijn nieuwe fiets. Jawel, echt kat in de zak. Helemaal top. En heel veel zin in. Ik ga snel naar Roosmarijn fietsen. Hey, ik ben op Waterlooplein met Roosje. Hoi. Iedereen noemt jou toch gewoon Roos? Roosmarijn? Nee, Roos. Maar... Ja. Nou, nieuwe mensen die denken dan dat ze nog heel lang Roosmarijn moeten zeggen. Maar eigenlijk netter is. Ja, maar Roos nooit. Is zo van je bent mijn friend. Best friend, maar al heeft nooit iemand mij ooit Roosmarijn genoemd. Nee, het is mijn ouders. Lang. Ja, het is overdreven lang. Maar wel mooi, het is wel origineel. Maar genoeg over namen. We zijn op Waterlooplein en we gaan lekker de markt over. Maar eerst koffie. En even relaxen in de zon, want ik moet even wakker worden. Ik heb de jas zo lang. Ja. Ik heb nooit zo'n lange jas gehad. Leuk. Oh, dan gaan we daar even voor kijken. Nou, ik wil eigenlijk wel, ik ben deze winterjas zo zat. Oh, ja, nou, ik heb hem nog helemaal niet zo vaak gezien, dacht ik. Maar ik wil wel een tussenjas of zo. Oh ja. Wat is jouw... Nou, ik ging vanochtend ook al kijken van het moet wel nog bedding in zitten. Want het is nog niet zo warm dat je met je zomerjas naar buiten kan. Nee, ik zeg 2 zonnestralen en je denkt gelijk ik kan met een zomerjas eraan. Ja, dat is gisteren was het zo warm, dus ik ging al een beetje te opzetten. Maar dit is gewoon zo'n donsjasje, maar dat is ook niet echt leuk. Dus, misschien ik wil een beetje op een sportief jasje of een lange jas kijken. Nou, ik had gisteren een track jacket aan. Ja. Met wit en zwart. Ja. Maar dat was nog te koud. Dat zit geen bedding. Ja, maar jij doet wel dan een trui. Ja, maar toch was het nog echt te koud maken. Maar wat is jouw wenslijstje voor vandaag? Heb je nog iets? Ja, nou, ik heb dus mijn kast drastisch opgeruimd. Ja. En er is dus zoveel ruimte die gevuld moet worden. Sowieso weer kijken naar trackpants. Want ja, die wil ik gewoon elke dag aan. En ik heb lekker leuke nieuwe sportdingetjes. Ja. Kimono's had ik hier de vorige keer hele goede gezien. Nou, ik zou eigenlijk wil ik ook wel wat aandacht besteden aan oorbellen weer hier. Ja, dat ik ook, maar ik heb het nog nooit hier gezien. Nee. Dus wat accessoires, tasjes. Oh, en nog steeds zoek ik een nylon tas voor mijn camera spullen. Ja. Lichtgewicht. Ja. Dit past nou in dit is te klein. Ja, niet voor die, maar voor je... Ja, dat is jaloers. Als je ooit deze weg wil, dan ga ik kopen. Ik bied... wat je voor zit dit. Maar goed, wij gaan de zon gaat weg. Ik heb het ineens koud. Ja, we gaan lekker beginnen. We gaan eerst binnen. Oei, dat is jouw ding. Vind ik leuk. Zo, mevrouwtje. Wat zijn we hier aan het doen? Ik wil een leerjekkie. En dit op de achterkant. Ja, dat. Kijk, zie je dat? Die taille is zo leuk. En het zit ook heel lekker. Ja. Maar zou je hem dan ook zo dragen? Wat zit er voor moois gevlochten op je schouder? Ja. Cool, hè? Ja, vind ik heel leuk detail. So far, so good. Ja, wat is de score? Je hebt dikke tassen, jongen, hier. Ja, niet normaal. Veel kleding. Volgens mij drie trackpants. Ja, 3 pants, 1 jacket. Jij hebt de beste score. Wil je dat wel laten zien? Die ring? Ja, eigenlijk moet je hem even filmen. Find of the day. Even normaal. Een vintage riem. Met salamanders. Ja, ik vind het echt waanzinnig. Maar dit is precies wat ik heb laatst 73 questions van Vogue. Ja. In interviews Donatella Versace. Ja. Zij heeft zo'n soort riem, maar dan zonder dat plastic. Maar met al het goud, zo gaaf staat dat, joh. Hey guys, goedemorgen. Een dikke vette smile op mijn gezicht, want ik heb er een hele leuke ochtend op zitten. Ik heb het niet gefilmd, want het was eigenlijk even een kennismaking met iemand die mij gaat helpen met fotografie. En daar ben ik super blij mee. We hebben gelijk wat testfoto's gemaakt en die zien er echt top uit. Dus ik heb er echt volle vertrouwen in. En hulp is nabij. Want Ja, even een update over de shop. Het gaat gewoon heel erg goed, wat heel erg tof is. Maar ik heb er nu echt wel hulp bij nodig. En dit is een beetje een eerste stap. Jullie weten dat ik met Remy alle foto's maak. Dat doen we altijd in het weekend. Want Remy heeft gewoon een fulltime baan door de week. En dus ik ben een beetje afhankelijk van het weekend en van Remy. En dan wordt het weekend wel heel snel een compleet werkweekend. Waar ik heel blij mee ben. De beelden zijn top. En ik ben blij met Remy zijn fotografie. Alleen ik wil dus wat flexibeler kunnen zijn. En door de week ook kunnen shooten. En meer op locaties. En ik heb daar nu iemand voor gevonden. Die mij daarbij kan helpen. En ik had een hele goede klik. Heel leuk. We hebben even gemiet bij de Canari Club. Even een koffietje gedaan. En we gaan volgende week al een shootdagje houden. Dus ja, helemaal blij. Daarnaast heb ik ook een mailtje gehad voor een hele leuke opdracht. Maar daar ga ik ook later meer over vertellen. Dus hebben jullie niet echt heel erg veel aan. Maar neem van mij aan, it's gonna be good. Ik heb dit topje dus zo net geschoten. En die wil ik vanmiddag al online zetten samen met deze oorbellen. Ja, ik vind dit helemaal fantastisch. Dit wil je toch? Dit is toch gewoon te mooi. Ze zijn een beetje hammered, wat geslagen betekent, en een beetje een hammered finish. En ze lijken daardoor een beetje vintage en dat vind ik gewoon heel cool en ik vind de vorm mooi. En ze zijn dus lekker licht, waar ik ook van hou. Want ik heb best wel dunne oorlelletjes en als het dan van die hele zware oorbellen zijn, dan zie je dat heel erg. Bij deze heb je het al een beetje, maar het voelt gewoon niet zwaar aan het oor en dat is echt top. Dus ik ga zorgen dat dit live kan vandaag. Deze top is echt fantastisch. Het is een beetje een mesh dun stofje. Maar ik heb het dus gewoon niet koud. Nu met 8 graden buiten kan het prima gewoon. En heb ik er een zwart soort bandootje onder. Want anders zie je wel een beetje BH. Is wel leuk als je uitgaat natuurlijk. Maar niet voor overdag. Dus die gaat zo live. Ik hoop dat als de vlog live komt dat die er nog is. Want dat is dus, nou, het is vandaag donderdag. Dus vanavond zien jullie het al. Ja, ik ga hem dan ook afsluiten en dan ga ik met een nieuwe beginnen voor komende week. Ik heb ook iemand gevonden die eventueel mijn vlog gaat editen. En daar ben ik ook heel erg druk mee bezig, omdat dat me nu dus ook te veel tijd kost. En ik wel graag wil blijven filmen natuurlijk. Dus dat ziet er ook naar uit dat daar wat hulp in komt. Ik wil jullie allemaal bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie abonneren op mijn kanaal. Mochten jullie nog vragen hebben over de Wild Babes of over iets anders, stel ze dan gerust hieronder. Ik wil ze altijd beantwoorden. Al gaat het over een item op de site of over een manier van bestellen of over een stijladvies, whatever. Vraag het me en ik kom erop terug. Ik zie jullie volgende week in een nieuwe vlog. Dank voor het kijken en fijn weekend vast. Bye bye!